1944 probeerden de moslims het weer. Ditmaal met een nieuw wapen. Een wapen zo krachtig dat zelfs de vestingwerken van Constantinopel er niet tegen bestand waren. Een vastberaden moslimleider met dit fantastische nieuwe wapen bleek in staat de stad aan zich te onderwerpen. Dit beleg van Constantinopel zou een waar keerpunt in de geschiedenis zijn. Al 800 jaar lang was Constantinopel de rijkste stad ter wereld. Centrum van handel tussen Azië en Europa. Toen Rome in de 4e eeuw in handen viel van de barbaren, nam Constantinopel de positie als hoofdstad van het grote Romeinse Rijk over. Maar 11 eeuwen later was dit eens zo grote rijk gekrompen tot weinig meer dan een verarmde stadstaat. De nieuwe keizer Constantijn de 11e heerste over de bankroete hoofdstad. De tuinen waren overwoekerd, de paleizen verlaten en veel inwoners waren weggetrokken. Toch was Constantinopel nog steeds het centrum van de orthodoxe kerk, terwijl Rome het centrum was van de katholieke kerk. Beiden waren jaloers op elkaars macht en invloed. Deze verdeeldheid was zo groot dat Rome de orthodoxe kerk als een grotere vijand beschouwde dan de islam. Een nietsontziende vete was het gevolg. In Constantinopel was men nog niet vergeten hoe Rooms-katholieke kruisvaarders in 1204 de stad, die toen 2/3 van Europa's rijkdommen bezat, hadden geplunderd. Een geschokte ooggetuige schreef destijds: "Ik weet niet waar ik moet beginnen met vertellen wat deze monsters hebben aangericht. Ze sloegen de heilige beelden stuk, smeten de reliquieën van de martelaren neer op de stuitendste plaatsen. Het lichaam en bloed van de heiland werd weggesmeten. Ze rukten de edelstenen uit de kelken en dronken eruit." De stad bereikte nooit meer haar vroegere bloei. Toen Constantijn de 11e in 1449 de keizerlijke troon besteeg, was Constantinopel ingesloten door een oorlogzuchtige vijand. Constantinopel was een christelijke enclave geworden, midden in het Ottomaanse Rijk, dat zich inmiddels uitstrekte van de Donau tot de Eufraat, en waartoe ook Bosnië, Bulgarije, Servië en Griekenland behoorden. Al in de 7e eeuw hadden de moslims geprobeerd de stad van het christelijke Byzantijnse Rijk los te rukken. Bij een van de pogingen daartoe was Eyyub En-Sarre, vaandeldrager van de profeet Mohammed, gesneuveld. De enorme stadswallen hadden de eindeloze reeks aanvallen weerstaan. Het was het sterkste fort ter wereld.
800 jaar na de dood van Eyüp en Sarı verklaarde een andere Ottomaanse sultan, Mehmet II, er is maar één ding dat ik wil. Ik wil Constantinopel. Deze zeer ambitieuze 21-jarige krijgsheer was vastbesloten als overwinnaar de stad binnen te trekken. Mehmet droomde ervan een rijk te stichten nog groter dan Rome in haar glorietijd. Deze droom was niet compleet zonder een majestueuze hoofdstad. Hij moest en zou Constantinopel hebben. De jonge sultan had een goede opvoeding genoten in kunst, wetenschap en talen. Hij was een man die snel warm liep voor nieuwe ideeën. Hij liet zijn troepen voorzien van de nieuwste wapens. Mehmet wilde herinnerd worden als de veroveraar. De sultan die geslaagd was waar al zijn voorvaderen hadden gefaald. Het was keizer Constantijn die zijn ambities in de weg stond. Constantijn was trots op zijn erfdeel. De stad was zijn leven en hij zou haar tot het bittere einde verdedigen. In een poging de vrede te bewaren betaalde Constantijn veel goud aan zijn vijanden. Mehmet wachtte tot het geld van Constantinopel op was en weigerde vervolgens over nieuwe voorwaarden te onderhandelen. Tijdens de winter van 1451 sneed Mehmet de bevoorrading van Constantinopel af en bouwde zijn eigen vesting, het Rumeleihisare, met 8 meter dikke muren en voltooid in slechts 4 maanden. Van daaruit kon Mehmet het smalste stuk van de Bosporus beheersen. Met dit nieuwe bolwerk had hij Constantinopels scheepvaart volledig in zijn greep en waren de toevoerlijnen van de stad afgesneden. De graanschepen uit de Oekraïne konden zijn Ottomaanse kanonnen niet passeren. De blokkade was compleet toen Mehmet zijn marine de zee van Marmara opstuurde. Constantinopel was afgesneden van de buitenwereld. Constantijn werd wanhopig. Hij benaderde zelfs de zo gehate katholieke kerk voor militaire bijstand, stuurde geschenken aan Mehmet en beloofde de goudzendingen te hervatten. Mehmet was niet geïnteresseerd, maar deed een voorstel aan Constantijn. Hij wilde een gebied in Griekenland en godsdienstvrijheid voor Constantijns onderdanen ruilen voor de stad. Constantijn weigerde. Hoe kon hij zijn stad met de hele erfenis van het klassieke Griekenland, van Rome en het christendom, aan de vijand uitleveren? Zijn laatste brief aan Mehmet maakt dat duidelijk. Nu ik ervan overtuigd ben dat u geen vrede, maar oorlog wenst, keer ik mij van u af en wend mij tot God alleen. Ik ontsla u van al uw eden en verdragen met mij, sluit de poorten van mijn hoofdstad en zal mijn volk verdedigen tot mijn laatste druppel bloed. Op 6 april sloeg de sultan zijn rood met gouden tent op buiten de muren van de stad. Bij het ontwaken ontdekten de verdedigers van Constantinopel, tot hun ontzetting, het Ottomaanse kamp. Ze vonden zich omringd door een tienvoudige overmacht. De kern van het leger van Mehmet bestond uit een elitegroep van bekeerlingen, de Janissaren. Om deze heilige oorlog tegen Constantinopel te voeren, waren deze fanatieke soldaten als kind gerekruteerd uit de meest krijgshaftige delen van het Ottomaanse Rijk: Bosnië, Servië en Albanië.
Mehmet gaf Constantijn nog een laatste kans. Hij stuurde onder witte vlag een boodschap. Zoals de wet voorschrijft, zal ik u, burgers van deze grote stad, sparen en uw familie noch uw bezittingen schaden. Tenminste, als u zich vrijwillig aan mij overgeeft. Constantijn negeerde het ultimatum. Mehmet viel aan. Tegen verwachting werden Mehmet's troepen teruggeslagen. De eerste slag was voor Constantijn. Verbaasd over deze nederlaag zag de sultan zich gedwongen zijn tactiek te veranderen. Hij voerde zware artillerie aan om de dikke muren van de stad te vernietigen. Het meest indrukwekkend was een reusachtig kanon, het grootste ooit gemaakt. 10 meter lang met een kaliber van 70 centimeter. Het schoot marmeren kanonskogels van 0,5 ton met een bereik van meer dan 1,5 kilometer. Om het in stelling te brengen waren 60 ossen en 400 man nodig. Het laden duurde 2 uur. Met dit kanon bezaten de Ottomanen het meest geavanceerde wapentuig ter wereld. In smelterijen buiten Constantinopel werden meer dan 60 grote kanonnen gegoten. Een ooggetuige schreef: de aanval ging dag en nacht door. Er kwam geen eind aan de inslagen en explosies. Mehmet verwachtte een gemakkelijke overwinning. Wij waren maar met weinig. Hij probeerde ons totaal te verpletteren. Hij gunde ons geen moment rust. De voortdurend vurende Ottomaanse kanonnen sloegen op verschillende plaatsen gaten in de stadsmuren. Toch sloegen de Byzantijnen de aanvallen af en herstelden de muren. Mehmet bouwde een enorme belegeringstoren, maar moest toezien hoe die bij een uitval van de verdedigers in brand werd gestoken en tot de grond toe afbrandde. Het leger van de sultan dreigde te deserteren. Weer was hij gedwongen zijn strategie te herzien. Hij was alleen in staat geweest kleine delen van de muur aan te vallen. Dat maakte het makkelijk voor de verdedigers. Het grootste deel van Constantinopel werd beschermd door de zee. Aan de noordkant hadden de christenen een grote ketting over de monding van de Gouden Hoorn gespannen, waardoor de toegang tot de haven werd geblokkeerd. Mehmet kreeg een geniaal idee. Hij omzeilde de ketting door een deel van zijn vloot over een smal stuk land te verplaatsen. In 1 nacht kreeg hij 30 schepen binnen Constantinopels beschermde haven. Bij het ochtendgloren ontdekten de christenen dat de Ottomaanse oorlogsvloot de stad had omsingeld. De inwoners raakten ontmoedigd. Maar keizer Constantijn hield vast aan zijn besluit zijn stad tot het laatst te verdedigen. Hoe zou ik de troon en de kerken van onze Heer onder deze omstandigheden aan hun lot kunnen overlaten? Wat zou de wereld van mij zeggen? Ik smeek u, vrienden, zeg niets anders tegen mij dan: Sire, verlaat ons niet. Nooit, nooit zal ik u in de steek laten. Ik ben vast besloten hier met u te sterven. Omsingeld aan alle kanten moesten de verdedigers zich over de hele lengte van de stadsmuren verspreiden. Een onmogelijke opgave. Mehmet verzon nog een slimme tactiek. Hij liet al zijn kanonnen op hetzelfde stuk muur vuren. Binnen 1 maand begonnen de muren het te begeven. Maar ook geluk hielp mee aan de overwinning van de moslims.
Het verloren graf van Ayyub en Sareu, de gesneuvelde vriend en leerling van de profeet Mohammed, werd door twee janissaren dicht bij de stadsmuren gevonden. Dit werd als gunstig teken voor de overwinning beschouwd. De christenen ontvingen heel andere voortekens. Hun traditie vertelde dat Constantinopel nooit zou vallen, zolang de maan aan de hemel stond. Maar in de nacht van 24 mei veroorzaakte een volledige maansverduistering 3 uur duisternis. Een heel slecht voorteken. 4 dagen later, kort na zonsondergang, begon in de Hagia Sophia de laatste christelijke eredienst. Constantijn kwam kort voor middernacht binnen en verzoende zich met God voor hij terugging naar zijn post op de stadsmuur. De gebeden gingen de hele nacht door. Naarmate het gebulder van de Ottomaanse kanonnen steeds indringender werd, vulde de kerk zich met vluchtelingen. Een christelijke commandant schreef: het geknal van musketten, trommels, gekletter van wapens, kreten van vechtende mannen, gegil van vrouwen en gehuil van kinderen veroorzaakte zo'n lawaai dat de aarde erdoor schudde. Pas tegen de ochtend kwam het bericht dat de muren het eindelijk hadden begeven. Kort daarop trokken de Ottomaanse soldaten de kathedraal binnen en maakten een eind aan 1000 jaar Romeinse geschiedenis. Byzantium, het laatste bolwerk van het Romeinse Rijk, was gevallen. Winnaars waren 3 dagen bezig met plunderen, verkrachten en moorden. De mannen werden afgeslacht, vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt. Mehmet nam zijn intrede in de stad.
Hij ging direct naar het belangrijkste christelijke heiligdom. De kerk van de heilige wijsheid. De Hagia Sophia. Terwijl een moslimgeestelijke zong, er is geen God dan God, riep de sultan de Hagia Sophia uit tot moskee. Aan het Romeinse Rijk was een eind gekomen. Keizer Constantijn was dood. Niemand weet waar zijn graf zich bevindt. Maar niet ver van deze kerk werd een lijk zonder hoofd gevonden. Het droeg purperen laarzen waarop de tweekoppige keizerlijke adelaar was geborduurd. Velen geloven dat dit Constantijn de XI was. De laatste Romeinse keizer, gevallen bij het verdedigen van zijn stad en volk. Misschien is zijn graf wel hier. De dag na zijn overwinning gaf Mehmet het bevel dat deze kerk altijd een christelijk heiligdom moest blijven. Het christelijke Constantinopel werd omgedoopt tot Istanbul, het hart van het Ottomaanse Rijk, dat een van de sterkste en langst bestaande wereldrijken zou worden. Pas na 500 jaar, na de Eerste Wereldoorlog, kwam er een eind aan. De val van Constantinopel was een keerpunt dat schokgolven in de hele wereld veroorzaakte. De overleving van het christendom in Europa werd ernstig bedreigd. De zijderoute was afgesloten. De grote handelsroute naar het oosten was niet langer in christelijke handen. Op zoek naar een nieuwe handelsroute wendde Europa zich naar het westen. De tijd van de grote ontdekkingsreizen was aangebroken. Het beleg van Constantinopel veroorzaakte ook een nieuw tijdperk binnen de oorlogvoering. Mehmet had Constantinopel ingenomen met kanonnenvuur. Sinds 1453 vormt de artillerie de ruggengraat van elk succesvol leger.